Dat is zijn vriend, tong naar achter. Hop. Ga maar in je bed. Medicinale cannabis. Drie verhalen van mensen die erdoor geholpen zijn. Medicinale cannabis, dat heeft mijn leven eigenlijk terug een beetje leefbaar gemaakt. Dat heeft mijn leven inherent veranderd. Je kunt je handen niet voor je ogen houden en zeggen van oké, het bestaat niet. Jawel, het bestaat wel en daar moet rekening mee gehouden worden. Er is nu een wetsvoorstel rond medicinale cannabis. Maar zijn we er als maatschappij wel klaar voor? Bij velen zijn de geesten nog niet rijp. Men associeert, naar mijn aanvoelen, ook cannabis nog altijd te veel automatisch met het roken van een joint. Canada heeft wel al jaren een wettelijk kader. Je kan er op voorschrift medicinale cannabis bij een kweker bestellen. We grow for 4 patients. We have 4 medical permits. And this is one of the patients' rooms right here that we're looking at this morning. Jarenlang is er bij ons weinig onderzoek gebeurd naar het medisch effect van cannabis. Met gevolgen. Het probleem is natuurlijk dat veel artsen ook nog niet echt de kennis hebben van cannabis. Even hun handen daar aan. Pano onderzoekt medicinale cannabis. Wondermiddel of niet? Ik ben Daniel de Moustier. Meer dan 20 jaar heb ik gewerkt als cameraman overal in de wereld. Vaak in conflictgebieden. Anderhalf jaar geleden, in juni 2017, kreeg ik plots te horen dat ik kanker had. Het was een non-Hodgkin-lymfoom, een bloedkanker, die al overal verspreid was in mijn lichaam. De chemo heeft mijn leven gered. Maar het put je lichaam ook helemaal uit en dat wist ik. En daarom ben ik, zoals zoveel kankerpatiënten, meer informatie gaan zoeken online. Daar stot ik al snel op iets dat cannabisolie heette. Een product dat blijkbaar veel gebruikt wordt bij het bestrijden van pijnen en een aantal ziektes. Ik heb dan ook zo'n flesje besteld via het internet. En ik nam elke dag een paar druppeltjes. Die hebben mij wonderwel goed geholpen om door die chemokuur te geraken. Ik had nauwelijks enige bijwerkingen. Na 3 maanden werd er al een complete remissie vastgesteld. De cannabisolie heeft misschien dat proces versneld, al kan ik dat natuurlijk niet bewijzen. En nog 3 maanden later was ik alweer aan het werk. Daniel de Moustier gebruikt cannabisolie. En dat is niet vanzelfsprekend in ons land. Er is veel onduidelijkheid over wat kan en wat niet en over de effecten. Hoe komt dat eigenlijk? Daniel wil het onderzoeken en Pano volgt hem. We beginnen bij andere patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Ik heb altijd als militair gewerkt en op een bepaalde dag op het werk werd ik plots duizelig, alsof je lage bloeddruk hebt. Ik begon ook mijn evenwicht te verliezen. Dan ben ik doorverwezen geweest in een burgerhospitaal in Hasselt. Dan is er een ruggenmergpunctie gedaan en toen wisten ze het zeker dat ik MS had. Dat is een blok van 100 kilo die op je hoofd valt op dat moment. Je hebt er al van gehoord. Je weet niet wat er op je afkomt, hoe dat gaat verlopen. Je weet op dat ogenblik niks. Ik ben eigenlijk jaren trouw reguliere medicatie blijven nemen. Maar hoe langer, hoe meer merkte ik dat ik last begon te krijgen van mijn nieren. En dat hebben ze dan eigenlijk de dokter zelf gewijd aan het feit dat ik zoveel pijnstillers moest nemen. Ja, maar nee, dat begint met 2 lettergrepen, maar dat kan opgaan naar diarree. En dat zijn er 3. He, dat is vanaf 3 lettergrepen begint het straf te worden. He, cholera. Mijn conditie is psoriasis artritis, heet dat. Dat is een dubbele ziekte eigenlijk, die zowel op de gewrichten effect heeft als op de huid. Dus mijn gewrichten verkalken en hebben verminderde mobiliteit. En mijn huid ververst te snel en vormt zich eigenlijk in een korst over heel het lichaam. Meestal als ik dat vertel, zie ik zo half mijn eerste rij zeer subtiel zo gaan met een glas. Dat is een goede raad eigenlijk. Mijn vrouw doet dat standaard met alles, want alles wat ik die aangeef,
daar zit zo een laag huisgemaakte parmezaanse kaas bij. Hetgeen dat ik moest slikken van medicatie is ongelooflijk. Dat is een stapel pillen die ik hier kan bovenhalen, waar ik je een piramideke van kan bouwen. Met de spuiten, zo eentje de week. Van deze, dat zijn die kankerpillen, daar pak ik er 11 de week van. Cortisone zelf, dat is ook zo een. Kost ongeveer €40 voor een tube. Antiallergiepillen, de combinatie van alle pillen zorgt ervoor dat je een allergische reactie doet, waardoor dat je extra jeuk en extra problemen krijgt. En omeprazol voor de maag. Ook weer, de cocktail van alle pillen zorgt ervoor dat je maag naar de kloten gaat. Dus die krijg je erbij. Zowel Thomas als Johan zijn de bijwerkingen van hun klassieke medicatie meer dan beu. Kom jongens. Dan ben ik beginnen uitkijken naar alternatieven. Ik heb heel veel opgezocht op internet. En dan ben ik uitgekomen bij medicinale cannabis. Mijn eigen huisarts die zag er wel iets in, maar niet om te zeggen dat hem er volledig achter stond. En dan ben ik zelf naar een arts gestapt, een neuroloog. Heel veel gepraat met die man. Die heeft mij uiteindelijk, na een beetje aandringen, want ja, hij had het dan toch ook over, ja, maar het kan verslavend gaan werken en noem maar op. En ik heb tegen hem gezegd van, kijk, ik heb niet de ambitie om een junkie te worden. En dan heeft hij mij het voorschrift gegeven. Wie cannabis zegt, denkt nu aan drugs en verslaving. Maar duizenden jaren geleden al werd de plant gebruikt voor medische toepassingen door Chinezen en Egyptenaren. Ook in de Verenigde Staten kon je cannabis vrij krijgen. Indian cigarettes of cannabis werden aangeprezen tegen astma en slapeloosheid. In 1921 veranderde dat. Een nieuwe wet zag de cannabisplant als een drug en dus verboden. Al kwam er 3 jaar geleden wel een uitzondering voor medicinale cannabis. Dus we hebben in België in zaken medicinale cannabis sinds 2016 een koninklijk besluit. En dat regelt de voorwaarden waarin medicinale cannabis mag worden voorgeschreven aan patiënten. En dat stelt heel erg strikte voorwaarden. Eerst en vooral mag er alleen maar Sativex worden voorgeschreven. Dat is een soort van synthetische spray met ingrediënten van cannabis in. Het mag alleen maar aan volwassen patiënten worden voorgeschreven. En alleen aan patiënten die lijden aan een ernstige vorm van spasticiteit ten gevolge van MS. Een MS-patiënt als Johan heeft recht op Sativex. En toch wil hij de spray liever niet gebruiken. Sativex doet mij te veel aan reguliere medicatie, denk ik. En dat wou ik niet meer. Ik had van die reguliere medicatie zoveel bijwerkingen dat ik uiteindelijk zeg, nu is het natuurlijk en niks anders meer. Johan kan kiezen en kiest voor iets natuurlijker. Maar patiënten met een andere aandoening dan MS hebben die keuze niet, want zij hebben geen recht op Sativex. Dus wat zien we in de realiteit? Dat veel van die patiënten ofwel cannabisproducten op de zwarte markt gaan zoeken, op de illegale markt gaan zoeken, of via het internet. En dat een aantal patiënten toch een voorschrift kan verkrijgen via de arts. Want een arts, als die daartoe bereid is, kan zich beroepen op zijn therapeutische vrijheid om zo'n product voor te schrijven. Maar je kunt het dan wel niet in België krijgen. Dus die patiënten moeten dan met zo'n voorschrift van de arts naar bijvoorbeeld Nederland reizen om het daar in een apotheek te gaan halen. Met als gevolg dat wanneer zij dat product terug binnenbrengen in België, zij zich eigenlijk schuldig maken aan het importeren van een verboden drug. Ook Johan en zijn partner doen dit. Elke 3 maanden halen ze in Nederland een voorraadje. Nu rijden we naar Maastricht, naar de apotheek naar Maastricht. En daar kan ik met mijn voorschrift mijn medicinale cannabis afhalen. Nu, ik heb dat eerst en vooral al doorgemaild naar hen, zodat zij het in stok kunnen nemen. En dan word ik verwittigd, een paar dagen later meestal, dat ik het kan gaan afhalen. Meneer Bams? Even kijken, u komt de medicinale cannabis ophalen. Klopt. Dat u bestelt. Ik
krijg van u het originele recept, ja. Dan is het €53. Oké. Okay. Pinnen? Ja. Johan heeft dus een geldig voorschrift van zijn neuroloog voor medicinale cannabis. Maar van zodra hij het vanuit Nederland terug mee naar België neemt, is hij toch strafbaar. Hoe voel je je nu? Want eigenlijk ben je nu in de illegaliteit. Volgens de wet zou ik inderdaad in overtreding zijn. Heb ik dat gevoel? Nee. Is dat zo? Ja. Ik heb niet het gevoel van een crimineel te zijn, omdat ik aan mijn eigen gezondheid werk door die medicinale cannabis. Dus ik heb niet het gevoel dat ik fout bezig ben, alhoewel dat het inderdaad tegen de wet is. De cannabis die Johan koopt, komt van Bedrocan. Het enige bedrijf in Nederland dat toestemming heeft om medicinale cannabis te kweken. Die toestemming komt van het Bureau Medicinale Cannabis, of kortweg BMC, een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, opgericht in 2000. Nederland was daarmee een van de eerste landen met een overheidsprogramma voor medicinale cannabis. Het BMC regelt en controleert de cannabisproductie voor wetenschappelijke en medische doelen. Alle Nederlandse artsen mogen het voorschrijven. Maar de voorwaarden om medicinale cannabis te kweken zijn streng. De medicinale cannabis die in de apotheek beschikbaar is op recept, daarvan weten we zeker dat het gestandardiseerd is binnen de geldende normen. Het is vrij van micro-organismen en het is ook vrij van pesticiden bijvoorbeeld. Dat is gegarandeerd. In Nederland hebben we in de apotheek alleen beschikbaar de gedroogde bloemen. En die kan je gebruiken, toedienen met een vaporizer bijvoorbeeld. Of je kan er thee van maken, al is dat niet zo geschikt. En er zijn patiënten die daar gewoon niet mee uitkomen. En die hebben veel liever een olie. Sindsdien zijn de verschillende variëteiten ook als cannabisolie beschikbaar. En je ziet gewoon dat patiënten daar goed mee uitkomen. En beter nog wel dan de bloemen. Johan rookt wel nog altijd die Nederlandse cannabisbloemen. Al 6 jaar. Het heeft zijn leven veranderd. Ah, hier staat hem, ze. Die staat hier sinds ik hier woon, 1,5 jaar geleden. Die gebruikte ik dus in de periode dat ik nog gewone medicatie pakte. Die staat hier nu stof te vergaren. Vandaar de plastic natuurlijk, maar die helpt blijkbaar ook niet echt goed. Ook Thomas heeft bijna al zijn klassieke geneesmiddelen met bijwerkingen opzij gelegd. Hij smeert nu zalf op basis van cannabis. Een grote pot zalf. Een natuurlijke. Dat riekt heel lekker, aloe vera en kruiden. En gewoon neusdruppelflesje met 5% CBD-oplossing. En dat is gewoon olijfolie en een tinctuur van CBD. Een paar druppeltjes op de tong. En dat is het. Maar dat is een kutziekte. Er zijn voordelen. Ik mag hier zebiet aan een toog gewoon huizen en zuipen en doen. Niet meer weten waar, wie dat mijn naam is, niet meer weten waar dat ik woon. Ik vind mijn weg terug. Gewoon Hans en Grietje gewijs het spoor. Er zijn mij dingen beloofd, gelijk als een wandelstok, een rolstoel, omdat mijn gewrichten zo vast gingen lopen op termijn dat stappen er gewoon niet meer in zat. Ja, mijn wandelstok staat stof te vergaren thuis. Ik ben mobiel, ik loop rond, ik kan gaan werken. Ik hoef niet op de ziekenkast te staan. Dat heeft mijn leven inherent veranderd. Medicinale cannabis, dat heeft mijn leven eigenlijk terug een beetje leefbaar gemaakt. Ik ben positief geworden, maar ik heb meer energie. En ik kan ook terug meer onder de mensen komen. Ik kan terug meer dingen doen. Johan en Thomas zijn niet genezen door medicinale cannabis. Maar hun levenskwaliteit is er wel sterk door verbeterd. Ook Daniel de Moustier denkt baat te hebben bij medicinale cannabis. Ik ben nu al een jaar kankervrij verklaard en ik voel me wel veel beter nu. Ik blijf wel die druppeltjes nemen, een combinatie van CBD en THC. CBD en THC, wat is dat eigenlijk? In de cannabisplant zitten tientallen werkzame stoffen of moleculen. De wetenschap kent de werking van 2 ervan, THC en CBD, al vrij goed. Opmerkelijk, ons lichaam heeft een zogenaamd endocannabinoïde systeem met stoffen die op THC en CBD lijken. Vandaar dat het lichaam die herkent.
Dat systeem regelt onder andere onze bloeddruk, pijnprikkels en spijsvertering. En het is al gebleken dat THC en CBD een verlichtend effect kunnen hebben op onder andere misselijkheid door chemo en spierspasmen. Maar er is een maar. THC maakt makkelijk een verbinding met de hersenen en kan zo zorgen voor een mogelijk verslavend haaigevoel. CBD heeft dat effect niet. Ook interessant, naast THC en CBD zijn er nog meer dan 100 verschillende werkzame stoffen in de cannabisplant die ook een positief effect zouden kunnen hebben. Maar daar weten we nog weinig over. De Leuvense professor Tietgat probeert dat samen met zijn team verder te onderzoeken. Maar hij voelt tegenstand. Wat het cannabisverhaal betreft, merk ik dat we eigenlijk een achterstand moeten inhalen. En bij velen zijn de geesten nog niet rijp. Maar die wetgeving van 1921 maakt dat men daar te weinig heeft in onderzoek gedaan. Zowel op academisch niveau als in de farma-industrie. En die achterstand moeten we inhalen. En men associeert, naar mijn aanvoelen, ook cannabis nog altijd te veel automatisch met het roken van een joint. Een risico van verslaving op medicinale cannabis kan je nooit uitsluiten. Men mag niet vergeten, morfine bijvoorbeeld in een pijnkliniek, cocaïne in een neus- en ooronderzoek, dat wordt dagelijks gebruikt in België. Niemand stelt zich daar vragen bij. Waarom? Omdat dat in de handen is van een arts, een specialist, een ziekenhuisapotheker levert af. Dus dat is goed gecontroleerd en dat is prima. Vele patiënten hebben daar baat bij. En dan zeg ik, wees consequent, doe hetzelfde voor de medicinale cannabis. Montreal, de op één na grootste stad van Canada. Hier is medicinale cannabis al lang geen taboe meer. Canada heeft het gebruik al in 2001 gelegaliseerd. En dat merk je in Montreal overal op straat. Er zijn cannabisklinieken waar je langs kan bij gespecialiseerde dokters en medewerkers. Gratis. Il y a beaucoup de patients qui vont dire à leur médecin, pensez-vous que le cannabis pourrait m'aider? Mais il y a quand même des médecins qui disent, regardez, moi j'ai tout essayé, prenez des grosses doses de narcotiques, vous avez des complications, moi j'aimerais ça vous envoyer voir quelqu'un qui connaît le cannabis. L'urologue qui me l'a enlevé ne pose pas la même sorte. C'est qui qui me l'a enlevé? C'est le docteur Leboeuf. Quand j'ai vu le patient, que j'ai décidé le dosage et le type de cannabis que je veux lui donner, il va rencontrer l'intervenante qui va lui expliquer l'aspect pratico-pratique. Comment vous allez faire pour obtenir votre cannabis. Donc le patient, quand il sort d'ici, il n'y a pas de cannabis parce qu'on ne distribue pas de cannabis ici. Le cannabis va lui être envoyé par le producteur une à deux semaines plus tard par la poste. Als Canadees ben je redelijk vrij om zelf te beslissen waar je je medicinale cannabis haalt. Onder bepaalde voorwaarden mag je het zelf thuis kweken. Of je kan het met een doktersvoorschrift bestellen bij een van de 155 professionele telers met een vergunning. Dit is er één van. I'm gonna show you all the stages. Here are the babies, fresh babies I made Friday. When they get ready, we're gonna transplant in bigger pots. So as soon as the little guy 4-inch pots are root enough, I'm gonna transfer in 8-inch pots. Here, same thing, we work with the LED technology. The LED lights works very good in the veg stage for years. Those bigger plants here are the mama, so that's where I'm gonna take all the babies from. Every stem here is a clone, so if I clip it here, it's gonna become a clone. So like you can see, out of one plant, I can make a lot of clones. So you always keep your mama healthy, so you have healthy babies and the wheels keep on running. Afhankelijk van de noden van de patiënt passen ze de productie aan. We grow for 4 patients. We have 4 medical permits, and this is one of the patients' rooms right here that we're looking at this morning. When you see that much and you say how come for one person, that's the doctor that prescribes to the patient. The patient comes to us, gives us their prescription, and designates us to grow whatever they were prescribed by the doctor. So if their needs are 20 plants, we're gonna grow them 20 plants. If their needs are 50 plants, we're gonna grow them 50. If the doctor says they need 100 because they're transforming it all, so we're gonna do them the 100 plants. So it's all according to the doctors. Whatever the doctors prescribe, we grow. We only have quality, we test our products, and we're very proud of what we grow. Niet alleen Canada en Nederland zijn overtuigd van de medicinale cannabis. Ook de rest van de wereld lijkt stilaan te volgen. Om medische redenen, maar toch ook om economische redenen. Neem nu Canada.
Daar zou de markt van medicinale cannabis in 2025 maar liefst 1,6 miljard euro waard zijn. Klinkt als muziek in de oren van ondernemers. En dat zie je ook bij ons, in onze winkelstraten. Cannabiswinkels, zogenaamde CBD-shops, schieten sinds vorige zomer als paddenstoelen uit de grond. Er zouden er nu al 90 zijn in ons land. Ze profiteren van de positieve berichten over medicinale cannabis en van de onduidelijke wetgeving. Want CBD is toegelaten, het verslavende THC niet, tenzij er in de olie of het rookmiddel niet meer dan 0,2% THC zit. Dan mag het weer wel. Daniel stapt zo'n winkel binnen in Brussel. Bonjour. Bonjour. Daniel, apparemment c'est ici que je peux acheter des produits CBD. Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est ça en fait. Voilà, il est là le CBD, tout à fait. OK. Et donc il y a des différentes variétés. Voilà, on a différentes variétés avec des odeurs différentes, un visuel différent aussi. Ouais. Mais en fait, oui. c'est du cannabis. Mais c'est du cannabis. Mais oui. Cannabis, c'est interdit en Belgique, non? Le cannabis, c'est interdit en Belgique, mais pas le CBD, parce que on est à donc moins de 0,2% THC, et donc il n'est pas, ça n'est pas un stupéfiant. Tu peux juste vendre ça, pas de l'huile ou des autres produits. Non, actuellement, on ne peut vendre que les fleurs de CBD telles qu'elles sont. Et on ne peut les vendre que comme du pot-pourri. Donc des fleurs d'ornement pour sentir, pour la senteur dans okay. la maison. Et quand même, il y a des gens qui viennent pour acheter ça. Ah oui, 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 oui. Les gens qui viennent pour acheter les fleurs de CBD, on sait très bien ce qu'ils font avec. Hein. C'est pas pour parfumer la maison, hein. Non, non ah, pas non. du tout, non, 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 non. Meer en meer mensen stappen de CBD-shops binnen. Omdat ze iets gehoord hebben van de medicinale voordelen van cannabis. Maar deze shops verkopen voor recreatief gebruik. Ze mogen geen geneesmiddelen aanbieden en dus ook geen medicinale cannabis. Officieel toch niet. Et vous venez pour acheter du CBD ici? Je viens déjà pour prendre des renseignements. Parce D'accord. que j'ai vu un article simplement chez mon coiffeur et je me suis dit que je viendrais vous voir pour vous expliquer un petit peu. Au niveau de la communication, c'est difficile pour moi actuellement de vous parler des bienfaits du CBD. On sait ce que ces produits peuvent faire, ouais. mais on ne peut pas communiquer parce qu'on est censuré. Voilà, c'est la censure. Total. Door de explosie aan dit soort winkels raken we snel gewend aan cannabis in het straatbeeld en in de media. En dat zien ze bij het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs niet graag gebeuren. Er is op dit moment een risico dat men cannabisgebruik gaat banaliseren. En dat komt omdat juist die discussie tussen medicinaal gebruik en recreatief gebruik voortdurend door elkaar lopen. En mensen krijgen het gevoel, het is een plant, het is bruikbaar als medicament, dus het is eigenlijk niet zo gevaarlijk. Maar dat klopt natuurlijk niet. Cannabisgebruik houdt een aantal risico's in. Voor specifieke groepen zeker, jonge mensen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een geschiedenis van psychische problemen. Maar het kan het ook uitlokken, dus je kan ook niet weten dat je kwetsbaar bent en door gebruik van cannabis psychische problemen krijgen. Maar wie weet komt er binnenkort een duidelijkere wetgeving. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft vorige week een wetsvoorstel goedgekeurd om een bureau voor medicinale cannabis op te richten, net als in Nederland. De volledige Kamer moet daar later deze maand wel nog over stemmen. Niets lijkt medicinaal cannabisgebruik in ons land nog in de weg te staan. Maar kenners als Patrick de Wals, politiek filosoof en auteur over dit onderwerp, betwijfelen dat. Ik vrees dat dit wetsvoorstel voor de patiënt zelf niet veel gaat betekenen. Wat er nu in het wetsvoorstel geregeld is, is de productielijn. Dit maakt het dus mogelijk voor bedrijven om
cannabis, medicinale cannabis, te gaan produceren, daarmee onderzoek te verrichten, misschien zelfs exporteren. Maar er wordt nergens melding gemaakt van wanneer en hoe dat die medicinale cannabis bij de patiënt zal komen. Dus wellicht zal dit nog jaren duren voordat de patiënt daar echt iets van merkt. Het wetsvoorstel is dus een eerste stap. Maar geen oplossing voor patiënten die het nu nodig hebben. Zoals Tristan, een jongen van 8. In 2012 kregen zijn ouders een dreun. Tristan had een kwaadaardige botkanker in de rug. Het jongetje kreeg verschillende zware therapieën, waaronder 15 chemokuren en bestraling. Die zetten de tumor wel op non-actief, maar zorgden naast andere problemen ook voor littekenweefsel, waardoor er zenuwen afgekneld worden. Daardoor voelt Tristan voortdurend pijn in zijn rug en zijn voetjes. Maar waarom kan jij je voet niet afrollen, Tristan? Waarom kan jij je voet niet meer afrollen? Waar heb je dan last aan je ander been? Ja. Nee, hier. Hier heb ik al heel tijd last. Als ik gewoon zo stap, dan... dat is hier. Tristan heeft altijd pijn gehad in zijn leven. Maar nu merken we bij Tristan wel dat het erger wordt. Dus dat zijn rug, dat de pijn erger wordt. En dat is vervelend, want je kunt eigenlijk niks doen. Hè. Allee, je kunt er moeilijk een hele dag door pijnstilling geven. Medicamenten geven, hij krijgt al genoeg. Hij krijgt al heel veel medicamenten en supplementen. Tristan blijft geneesmiddelen nemen, behalve voor de pijnbestrijding. Daarvoor hebben zijn ouders een half jaar geleden een alternatief gevonden. Cannabisolie. En die druppeltjes, vind je dat erg als je die moet nemen? Nee, want ik vraag er zelf om. Nou, je vraagt er zelf om. En waarom vraag je daar zelf om? Omdat ik, als ik slaap, dan heb ik soms last van mijn rug. Mm-hmm. En die druppeltjes, wat doen die dan? Die helpen. Dan kan je beter slapen ook. Dan slaap ik langer. Ja. Want ik sta ook meestal en naast mama zijn bed om 7 uur. Kom aan, Tristan. We gaan naar boven, jongen. We gaan een verhaaltje lezen, goed? Normaal is dat. Wat de biertjes? Nee. Dat is je vriend. Tong achter, naar achter. Hop. Zo. Ga maar in je bed. Voilà. Zo, Cedric. Welke gaan we lezen, jongen? De ijsbeer? Okay. Hoe zijn wij erbij gekomen? Op een gegeven moment kwam ik bij een gezin dat eigenlijk met een jongen zat die al 13 jaar vecht tegen kanker. En dat was in 2014. Ik ga het nooit vergeten. Ik was verbouwereerd toen zij zei van ja, we willen cannabis geven. Ik wist niet wat dat kon. Ik zeg ja, ik moet daar iets mee doen. Je hebt psycholoog gevraagd. Dus mijn reactie was eigenlijk net hetzelfde als de mensen die dat vaak niet begrijpen. Een ijsbeertand wordt elk jaar dikker. Of valt elk jaar uit? Elk jaar uit. Oké, ben jij nog een tand verloren? Op een gegeven moment hebben wij dat gewoon geprobeerd. Ja. En dan zijn wij eerst met CBD gestart. Daar heb ik weinig verschil mee gemerkt. Dan hebben wij een keer, dan heeft iemand ons nogmaals gezegd van ja, we moeten met THC doen voor de pijn. Dan hebben we dat geprobeerd en Tristan sliep door. En we hebben dan daarna nog eens om te proberen, de THC gestopt, nog eens CBD geprobeerd. Ja, Tristan sliep niet door. Dus ja, dat was gewoon voor ons voldoende bewijs. Een kind gaat daar niet over liegen. Wist je dat? Je aan de tanden van de ijsbeer... Het relaxerende CBD werkt inderdaad onvoldoende tegen heftige pijn. De roesopwekkende stof THC mogelijk wel, maar die kan dan weer verslavend zijn. Een moeilijke keuze. En ik tracht dat nu wel te verwoorden, waarom dat wij dat nu doen, dat truppeltje. Ik heb dat truppeltje gegeven, waarom? Dat hij beter slaapt. Maar dan nog gaan mensen dat niet altijd begrijpen, zolang dat daar geen omkadering bij komt. En dat wordt hoog tijd. Hoog tijd, want dat gaat ten koste van het welzijn van de kinderen. En dat kan niet meer. Dat moet stoppen. Zolang er een wettelijk kader ontbreekt, zal de papa van Tristan zijn olie buiten de officiële apotheek moeten halen. Online of bij mensen zoals Cindy en Alain. Ervaringsdeskundigen zoals dat heet, die hun eigen cannabisproducten maken. Na jarenlang zoeken en zelfstudie zijn ze ervan overtuigd dat ze anderen goede raad kunnen geven.
Mensen komen vooral bij ons terecht als ze niet weten van welke pijlen nog hout maken. Hè. Dus ze lezen wel over cannabis, ze lezen over CBD, het wondermiddel. Gaan op zoek, we spreken verkeerde mensen aan, maakt al niet uit. Kopen een cannabis en op de zwarte markt die vol met smeerlapperij zit, gaan eraan beginnen. En komen erop te staan dat eigenlijk, het niet werkt voor hun. Ja, er zijn verschillende consumptiemethodes van cannabis. Dus je kan er zalf van maken, je kan het roken, wat het meeste bekend is met tabak. Maar dat raden wij mensen net af, omdat tabak ongezond is. Dus wij geven ook veel informatie over olie maken en vaporizen, dus verdampen van de cannabis. Dan komen er ook geen schadelijke stoffen vrij en dat wordt ook heel goed opgenomen door het lichaam. Cindy en Alain streven naar kwaliteit, zeggen ze. Maar onafhankelijke controle is er weinig, ook niet op hun producten. Maar eerlijk is eerlijk, ze waarschuwen zelf. Ik begin er niet aan zonder dat je met mensen hebt gesproken die er één iets van kennen of een huisarts. Het probleem is natuurlijk dat veel artsen ook nog niet echt de kennis hebben van cannabis. Liever hun handen daaraf houden. Dat is heel spijtig natuurlijk. Huisarts Patrick van Krunkelsveen kent het wel. Hij is ervoor om het medicinaal gebruik van cannabis wettelijk te regelen. Tegelijk waarschuwt hij voor overspannen verwachtingen. Hij begrijpt dat veel huisartsen twijfelen, omdat er nog te weinig klinisch onderzoek is gebeurd. Laat ons toch terughoudend zijn. En ik ben echt... Veel mensen komen naar mij omdat ze weten dat ik iets van cannabis afweet. En eigenlijk moet ik de meeste mensen teleurstellen. En die komen met bepaalde verwachtingen van cannabis. En dan moet ik alleen maar zeggen, nee, dit is geen indicatie. Of ik verwacht niet dat je beter gaat worden. Dus we zitten met zoveel onbekenden dat ik eigenlijk een beetje een slecht nieuwsarts ben geworden rond cannabis. Om de veel te hoge verwachtingen een beetje te temperen. En ik hoop dus dat ik binnen x aantal jaren exact zal kunnen zeggen in die en die indicaties lijkt het me wel aangewezen. Het gebruik van THC bij kinderen roept nog de meeste vragen op. Tristan zijn papa weet dat. Daarom gaan ze raad vragen aan dokter Lossignol, een pijnarts in het Brusselse instituut Jules Bordet. Eén op de twee patiënten die dokter Lossignol ontvangt vragen naar of gebruiken medicinale cannabis. On peut le donner aux enfants. En tout cas, le CBD, ça, il n'y a aucun problème. Le THC, on reste prudent pour les effets éventuellement au niveau cérébral. Mais il faut voir ce qu'on lui donnerait à la place pour qu'il n'ait pas mal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres médicaments antidouleurs qui ont aussi des effets sur le cerveau. Ouais. Et si Tristan évolue, comme je le vois, avec une goutte de THC, je n'ai aucune crainte. Sur le fond, je dirais, en tant que médecin, je ne peux pas vous donner tort. Je ne peux pas dire que c'est une erreur. Non, je crains qu'il venir pour me prendre. Et allez, parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas permis. Vous n'irez pas. En tout cas, on ira ensemble. Mais je pense pas qu'on peut pas vous arrêter pour ça. Voor mij is dat wel een grens die ik liever niet overschrijd of die ik als huisarts nooit zal overschrijden. Omdat we eigenlijk niet goed weten wat dat op de lange termijn met het brein doet. Gezien de effecten van cannabis mogelijk op de ontwikkeling van het brein, lijkt me dit echt de ultieme remedie te zijn als al de rest gefaald heeft. Daniel heeft het gevoel dat medicinale cannabis hem geholpen heeft. Maar om zeker te zijn, is meer onderzoek nodig. En dat lijkt onze overheid nu ook makkelijker te willen maken. Alleen, het kan nog lang duren voor de patiënt zelf vrij uit de apotheek kan binnenstappen en vragen, medicinale cannabis graag. Wat mij betreft is het eigenlijk schrijnend dat zo'n grote groep patiënten die daar baat bij zou kunnen hebben en waarvan we ook wetenschappelijk gezien weten dat het therapeutische voordelen biedt, dat is voor mij een fundamenteel recht op toegang tot geneesmiddelen en heeft dus te maken met het mensenrecht of het grondrecht van elke burger van recht op gezondheid. Je kunt dat niet negeren. Je kunt je handen niet voor je ogen houden en zeggen van oké, het bestaat niet. Jawel, het bestaat wel en daar moet rekening mee gehouden worden. Ik vind het zelfs erg dat het 10, 15 dokters heeft geduurd eer dat ik die optie kreeg. Ik vind dat de natuurlijke optie had eigenlijk stap 1 moeten zijn. Hier is een plant, het is opgelost.